Al zolang dat de mens op aarde rondloopt is het besef van tijd gebaseerd op het natuurlijke ritme van dag en nacht. Elke dag legt de zon een regelmatige baan af langs het hemelgewelf. De vroege mens wist natuurlijk nog niet dat het eigenlijk de aarde is die elke dag eenmaal om haar as draait. Maar elk besef van tijd was direct gekoppeld aan het gedrag van de zon. De oude Babyloniërs en Egyptenaren deden al onderzoek naar de beweging van onze zon. Deze komt op in het oosten en gaat onder in het westen, en precies in het midden van de dag, stelden ze vast, staat onze zon in het zuiden en op het hoogste punt boven de horizon. Pyramides en tempels werden zo ook geplaatst in overeenstemming met de beweging van zon en sterren. Aan het einde van de middeleeuwen vinden ongeveer gelijktijdig een aantal ontwikkelingen plaats. Vanuit de Arabische wereld komt het gebruik om de dag in te delen in uren van gelijke lengte. Daarnaast werden ook de eerste mechanische klokken gebouwd. Het moment dat de zon in het zuiden stond, werd gemeten. Eerst met het blote oog en later met behulp van telescopen. Dat moment werd 12 uur s middags, het midden van de dag. Alle beetje grote steden bouwden hun eigen observatorium. Dat betekende ook dat elke stad zijn eigen tijd kreeg. Deze tijd noemen we ook wel de astronomische tijd. Dat systeem werkte goed tot in de tweede helft van de 19e eeuw. Tegen die tijd werden de eerste spoorwegen gebouwd en waren de mensen in staat om een stuk sneller te reizen. Ook de klokken waren nauwkeuriger en draagbaar geworden. Dat leidde tot problemen. Op deze kaart uit 1866 is de provincie Noord-Brabant te zien. Laten we de situatie in drie steden, Helmond, Sertegebos en Breda, eens wat meer in detail bekijken. In elk van de drie steden is een stok in de grond geslagen. Aan de schaduw van de stok is te zien waar in de hemel de zon staat. Het is nu 11 uur s ochtends in Helmond. De zon staat in alle drie de steden in het oosten. De schaduw van de stokken draaien mee met de beweging van de zon. Op een gegeven moment staat de schaduw in Helmond precies naar het noorden gericht. Dat houdt in dat de zon in Helmond nu in het zuiden staat. Het is 12 uur middags in Helmond. Maar Sechtigonbos en, en Breda liggen ten westen van Helmond. In die plaatsen staat de zon nog niet in het zuiden. Enige tijd later is de zon zo gedraaid dat deze in Sertichonbos in het zuiden staat. En weer wat later is het in Breda, 12 uur s middags. Zou je de klokken in de drie steden tegelijkertijd kunnen zien, dan zou je het volgende zien. De tijd in Helmond loopt zo'n 2 minuten voor op die in Sertugumbos en 4 minuten op die in Breda. Geen grote verschillen, maar ze zijn wel te merken. Bijvoorbeeld wanneer je de trein zou nemen van Helmond naar Breda. Op het moment dat je in Breda aankomt, klopt de tijd op je horloge niet meer met de officiële tijd. Dat is vervelend. En ook bij het maken van bijvoorbeeld een dienstrooster voor alle treinen heb je daar last van. Daarom dat er gezocht is naar een oplossing. En die is ook gevonden. Dat zijn de tijdzones. Afgesproken werd om hele landen en vaak ook aan grenzende landen één tijd toe te kennen. De tijd werd hiermee niet meer één op één gekoppeld aan de positie van de zon. Op de kaart is te zien hoe de tijdzones vandaag de dag lopen. Alle tijdzones in de wereld zijn gekoppeld aan één observatorium. En dat is die in Greenwich, Engeland. Het hele gebied van Groot-Brittannië en Engeland hanteert dezelfde tijd. Het is daar 12 uur middags wanneer de zon in Greenwich precies in het zuiden staat. West-Europa ligt ten oosten van Engeland. Dat betekent dat de zon in West-Europa eerder in het zuiden staat dan in Engeland. Onze tijd loopt daarom ook voor op die in Engeland. De rode stippellijn geeft aan waar in de tijdzone van West-Europa de zon om 12 uur smiddags precies in het zuiden staat. toch een bos. En heel Nederland ligt best een stuk ten westen van deze lijn. Daarom ook dat in Sertogenbosch de zon pas om tien over half één smiddags in het zuiden staat. Wij leven inmiddels al lang niet meer zoals onze voorouders uit de prehistorie, volgens het ritme van de zon. De vooruitgang met al zijn technologische mogelijkheden heeft ervoor gezorgd dat wij actief blijven, ook wanneer de zon al lang is ondergegaan. Dat leidde tot een andere uitdaging. Laten we eens kijken naar hoe het er in Sertigenbos uitziet op de langste dag van het jaar, 21 juni. De zon komt dan op om tien voor half vijf ochtends. Weinigen in de stad zijn dan al wakker. En om negen uur s avonds zakt de zon achter de horizon en valt de duisternis. Velen zullen dan nog lang niet naar bed gaan, dus hebben we veel licht en daarmee energie nodig om onze omgeving te verlichten. Dat kan beter, dachten sommigen. In 1977 is daarom de zomertijd ingevoerd. De oude tijd wordt wintertijd genoemd. Tussen maart en oktober zetten we de tijd één uur naar voren, waardoor de zon later in de ochtend opkomt, maar nog steeds vroeg genoeg voor de meesten van ons, en het s'avonds een uur langer licht is, waardoor we energie kunnen besparen. Bij elke overgang van de zomer naar wintertijd of andersom, laat de discussie weer op of al dat verschuiven van de tijd wel zo handig is. Maar wat is dan eigenlijk de ware tijd? De astronomische tijd, waarbij geldt dat het midden van de dag valt op 12 uur 's middags. De wintertijd, de zon staat in Bos dan om 10 over half 1 in het zuiden. Of de zomertijd, wanneer de zon pas om 10 over half 2 in het zuiden staat. Voor elk van de drie soorten tijd valt iets te zeggen. Hopelijk helpt het kijken van deze video jou om zelf hierover een mening te vormen.